Van Linda de Mol tot René Vroger, in menig BNR-familie treden de kinderen in de voetsporen van hun beroemde papa of mama, daarbij gebruikmakend van hun privileges. Linda's dochter Noah Vale is bijvoorbeeld zonder enige ervaring televisiester geworden. Maar helaas voor de achterblijvers gelden niet voor alle BNR-kinderen dezelfde regels. De BNR kinderen van Marco Borsato kampen met een besmette achternaam en daar heeft Evert Santegoeds gisteren een groot artikel over geschreven in de Telegraaf. Borsato's schandaal slaat over op zijn kinderen, luidt de kop. Evert legt in dit artikel uit dat de showbiz carrières van Luca en Jada Borsato maar niet van de grond komen. Ze kunnen er niets, maar dan ook niets aan doen. Maar toch worden de kinderen van Marco Borsato meegesleept in het zedenschandaal. De achternaam van de Borsato-kinderen werkt in hun nadeel, denkt Evert. Het lijkt er dan ook dat ze die beter achterwege kunnen laten. Luca heeft vorig jaar zijn eerste singles uitgebracht, maar zijn debuut is volgens Evert niet of nauwelijks opgepikt, waarmee het eerste album eigenlijk is geflopt. Muziekpers, media en publiek lijken niet te zitten wachten op een nieuwe Borsato, terwijl de oude nog steeds wacht op zijn proces. Arme Luca, al dus Evert. Wat hij in de tussentijd doet, wachtend op zijn grote doorbraak? Hij werkt als koerier voor een cateringbedrijf en bezorgt maaltijden, in plaats van fans' kippenvel. En zusje Jada dan? Zij heeft nu ook al een liedje gemaakt. Evenmin als Luca kan Jada leven van haar muziek en heeft zij bijbaantjes, zelfs als oppas in de uren dat zij liever op een podium zou staan. De derde Borsato Telg, Senna, werkt in een fabriek waar hij dingen in elkaar zet. Dat hoefde Noah gelukkig niet te doen, haar tv-carrière arriveerde reeds kant en klaar.